altijd als ik een stukje land heb waar ik heerlijk kan zoeken, heb ik jongvee om me heen. En die zijn nieuwsgierig. Beetje schrikkerig, maar wel nieuwsgierig. En dit is een dijkje, dat is weliswaar vroeger opgehoogd, maar de bestaande 30, 40, 50 centimeter die er afgekomen is, is er ook weer opgegooid. Dus ik hoop dat de stortgrond die in die laag zat, behouden is en ik een beetje geschiedenis naar boven kan halen. Mijn eerste vondst is trouwens een lepeltje. Tenminste, de achterkant van een lepeltje of een vork, dat weten we natuurlijk niet meer. Maar hartstikke leuk. Ik ga jullie natuurlijk niet vertellen waar ik zit, maar ik ben zo blij dat ik toestemming hier heb. Ik heb natuurlijk geen garantie op goede vondsten, want wat mijn gedachte is, wil niet zeggen dat het in de praktijk ook zo is. Maar ik heb wel weer een leuk kluitje. Met een leuk geluidje. En het is... Ik zie het al. Een treklipje. Struggle, struggle, struggle. Ja, die klinken ook mooi. Helaas pindakaas. Nou, het wordt steeds gezelliger omheen hoor. Ze zijn echt lekker brutaal. Maar dat geeft niet. Jongens, als jullie er dan toch zijn, steek dan gelijk een beetje op. Wat is dit? Vertellen jullie mij maar eens wat het is. Het is een musketkogel. Leuk man, een musketkogel. Ja, 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 ja. Het is een plakje lood. Op zich niet bijzonder, maar wel leuk. Omdat het uit de periode komt waar ik naar aan het zoek ben. Dus dat is op zich dan wel weer een goed teken. Beter als een treklipje. En ook al is er niets meer op te zien, zelfs na het borstelen niet, is zo'n eerste duitje op een veldje altijd wel bijzonder. Niet dat het duit op zich bijzonder is, zeker deze niet. Maar het feit dat er op de diepte waar ik zoek, want het is helemaal niet zo diep, duitjes naar boven komen. En ik had net ook een musketkogel en een stukje lepel. Ja, dat duidt er toch op dat hier al bedrijvigheid is geweest. En dat moet je altijd maar afwachten op de locatie waar ik nu ben. Want dat kan zomaar helemaal niet zijn, omdat het vroeger water was. Dat geloof je toch zeker zelf niet, hè? 20 centjes. Nou, die is niet van gisteren verloren, maar het is nou ook niet waar ik op zat te wachten. Ja, meisjes, dat zouden jullie ook wel willen, hè? Zo'n mooie metaaldetector. Ondertussen moet ik elke keer opletten dat jullie er niet op staan te springen. Nou, ga een beetje aan de kant. Give me my space, kom. Hup. Dan kan ik hier even kijken wat ik heb. Ik ben bang dat het weer troepjes zijn, want ik heb de hele tijd troepjes. Ik begin ondertussen een beetje op anemiek te lijken. Maar goed, we geven niet op. Dat is geen troepje. Dat is geen troepje. Dat is een rijwielbelasting volgens mij. Ik ga even mijn borsteltje eroverheen halen. Kijk, dat is nou net wat ik zei. Rijwielbelasting 1934-1935. Leuk, rijwielbelasting. Toch nog wat. Hé?
een netverzwaring. Deze zaten aan de randjes van de net en zo zonk het net netjes. En als ze hem dan optrokken, dan ging het net omhoog, maar dan gingen al deze balletjes die gingen naar elkaar toe. Hoe moet ik dat uitleggen? Als je het net uitgooit, dan ging het net heel wijd. Dan zakte deze naar de bodem en als je hem trok, dan ging het net eerst omhoog. En daardoor trok je al deze dingetjes naar elkaar toe en zo zat het net dicht. Ik dacht eerst dat ik een zilvertje had, maar dat is het niet. Het is iets van koper verzilverd of... Nou, ik weet het niet precies. Er staat Holland. En dan hier aan de andere kant een soort logootje, maar dat is zo moeilijk te zien. Hier staat Hollands dr. Het is helemaal vergaan. Ik ben bang dat ik er niet meer achter kom wat het precies geweest is. Dit was hem alweer, avontuurtje van de Toy Soldier. En ja, het zit niet altijd mee. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik wel heerlijk gezocht heb. Ik heb het de afgelopen weken ontzettend druk gehad. Gewoon geen tijd om te zoeken. Uurtjes tussendoor, stadsparkjes door de droogte. Niet mijn ding. Al blijf ik wel positief natuurlijk. Dus dit was mijn eerste kans om weer even een veldje te pakken waar gewoon lekker koeienpoep op ligt. Ja, het zit niet altijd mee, maar ik heb wel lekker gezocht. Ik heb lekker uitgewaaid ook niet, want het was gewoon windstil en warm. Het komt er kort op neer. Vonden jullie deze video nou leuk? Vergeet er niet te abonneren. Als jullie abonneren en kijken, dan gaat het goed met mijn kanaal. En als het goed gaat met mijn kanaal, blijf ik enthousiast doorgaan. Nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.